Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe horrorfilm die een remake is van een Deense film, Speak No Evil. Ik heb zelf het Deense origineel niet gezien, maar die film is pas 2 jaar oud. En ik heb dus ook veel kritiek voorbij horen komen dat dit zo'n geval is van een film die eigenlijk niet echt een remake nodig had. En van wat ik begrepen heb, doet deze Hollywood versie dus ook niet echt zijn best om zich te onderscheiden van die Deense film dus. Het is best wel gewoon hetzelfde verhaal met dezelfde belangrijke momenten. Nou hebben ze als voordeel wel dat die film uit Denemarken dus blijkbaar gewoon een heel sterk verhaal had en dat je dus met een Hollywood versie er een bekend gezicht aan vast kan plakken. Want alle posters en marketing richten zich natuurlijk heel erg op James McAvoy omdat hij zichzelf al bewezen heeft dat hij goed is in het spelen van een psycho met de splitfilms. En het blijft voor mij een beetje apart omdat ik hem deels nog steeds als Professor Xavier zie, maar met dat monster uit Split dus. En nu met deze rol heeft hij wel bewezen dat hij dus ook gewoon een hele goede slechterik kan zijn. Maar we volgen een stel wat gespeeld wordt door Scoot McNairy en Mackenzie Davis. En dat zijn allebei wel acteurs die al gewoon bekendere rolletjes gehad hebben. En ik wist dus al dat hun goed konden acteren, maar de actrice die de vrouw van James McAvoy speelt, daar was ik nog niet bekend mee. En die doet het ook gewoon heel erg goed. Maar ik denk dat buiten James McAvoy en de 4 hoofdpersonen, de ouders dus, degene die er het meeste boven uitspringt, is toch het jongetje van de kinderen. Je hebt dus het zoontje van James McAvoy's stel en je hebt de dochter van het andere stel, maar dat zoontje die zit dus al in de trailer dat hij zeg maar zijn stembanden is verloren. Daar komt dus ook de titel Speak No Evil vandaan en elke keer als hij dus probeert te praten, maar het lukt hem niet, het geeft je gewoon echt een naar gevoel. Dat is echt gewoon moeilijk om naar te kijken. Maar hij kan dus wel een beetje communiceren met dat meisje. Na een tijdje begin je dus al door te krijgen dat dit gezin niet zo goed is als dat ze zichzelf voordoen, zeg maar. En je weet dus niet precies wat er mis is, maar er lijkt een vorm van mishandeling aan de hand te zijn. En de film neemt dus ook wel echt zijn tijd om rustig op te bouwen naar het moment dat James McAvoy dus eng wordt. Omdat ze dat al in de trailer hebben weggegeven, weet je natuurlijk wel bijna heel de film waar het naartoe gaat, maar ik kon de slow burn van een opbouw in dit geval dus wel gewoon waarderen. En wanneer het richting het einde dus allemaal onthuld wordt en er niet meer echt een mysterie is, dan is er ook gewoon ruimte voor actie en dan voelt het gewoon veel meer aan als een thrillerfilm. En wanneer het nodig is, weet de film dus best wel goed spanning op te bouwen en vertelt het zijn verhaal dus gewoon best wel effectief, ondanks dat het dus gewoon direct gelift is uit die Deense film. En als je de trailer dus gezien hebt, dan heb je ook wel waarschijnlijk een idee van waar het heen gaat en dat klopt ook wel ongeveer, maar het is alsnog leuk om het allemaal uitgevoerd te zien worden. En ik denk dus als je net als ik die Deense film niet gezien hebt, dat deze Speak No Evil film wel gewoon het kijken waard is. Ondanks dat dus schijnt dat de Deense versie misschien nog ietsje beter is. Maar goed, die Deense film draait niet in de bioscoop en deze wel. Dus als je zin hebt in een spannende film, dan denk ik wel dat Speak No Evil een redelijk goede keuze is. Alleen het is dus meer een thriller dan echt een horrorfilm. Maar ik denk dat de grootste trekpleister toch vooral James McAvoy opnieuw in een enge rol is. En ik denk dat ze op dat vlak dus zeker wel weten te leveren. Daardoor was ik uiteindelijk wel gewoon tevreden met Speak No Evil en heb ik me er prima mee kunnen vermaken dus. Maar goed, heb jij al de kans gehad om Speak No Evil te kijken? Of heb je misschien de originele Deense versie ook gezien? Laat me weten wat jij van de film vindt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.